huidlagen en opbouw. Welke lagen zijn er? De huid is grofweg onder te verdelen in drie lagen. Dit zijn de epidermis, opperhuid, dermis, lederhuid en subdermis, onderhuid. De epidermis is de bovenste laag van de huid en bestaat uit epiteelcellen. De dermis is de laag onder de epidermis en bestaat uit bindweefsel. Deze huidlaag wordt ook wel de lederhuid genoemd. Doordat het vooral uit bindweefsel bestaat, geeft het de huid zijn stevigheid. In de dermis bevinden zich vele zenuwvezels, bloedvaten en lymfvaten. Daarna hebben we nog de subdermis. De subdermis is dus de diepste huidlaag. Deze laag is bedoeld om vet op te slaan. Via de app kies je vak, stel je vraag en krijg direct hulp. Mr. Chat, geen probleem.